kijkers van Nederland, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In de vorige video zijn we begonnen met de bouw van deze boot. En toen zaten dus al die skeletons en zombies overal, ook in mijn huis, want ik had nog geen torches opgehangen. Nou, die torches heb ik inmiddels opgehangen. Misschien iets te veel. En toen hadden we alleen deze 31 wol. Dat is inderdaad wat meer geworden inmiddels. Het was heel lang, of het duurde heel lang voordat we dit hadden. En nu ik dit eigenlijk zo zie, toen hebben we de onderrand weggehaald. Maar misschien is het juist wel vet om een stukje onder water te hebben. Het is ook best een smalle boot, moet ik ook toegeven, maar... Of misschien hier zo twee hoog. In dit stuk, zo ongeveer. Hier zit dus de kapitein. Dan wordt hij denk zo. De deur en hier is de stoel. Dat wordt echt hoog. En hier wordt gewoon drie hoog. En daarbovenop nog een laag. Je wou een speedboot maken, maar nu wordt het gewoon één dikke jacht. Er moet dus inderdaad glas komen. Zo. Ja, als je geld hebt, dan kan dit. Daar komt dan denk ik maar de deur. Start in ieder geval zo. Drie hoog, zei ik hier. 1, 2, 3. Dus dan komt hier zo het dak op. En het dak maken we inderdaad van witte wol. Al deze vloeren zijn wit. Dit muurtje wordt ook wit. En dit dak gaat natuurlijk door, omdat het gewoon groot wordt. Misschien wordt dit... Oh ja, nou ja, deze blijft gewoon beneden. Ja, zo'n witte lijn is misschien wel vet om er ook in te doen. Wacht. Kijk, dan ben je dus je wol kwijt. Dan krijgt ook hij te zien, die witte lijn. Dus. Oh, die wordt zo'n vette boot. Oh, nou, dat was eerst een beetje wol al. Zwarte wol hebben we niet heel veel, maar we gaan ons best doen om er zoveel mogelijk mee te bouwen. Hopskee. De achterkant wordt gewoon recht, het wordt dus niet meer de speedboat-achtig idee wat we eerst hadden. Hieronder is het denk ik het vetst als we het gewoon echt zo helemaal dicht maken. En dan maken we boven een zwembad. Zo. Ja, de wol is bijna op en we moeten nog de bovenverdieping. We moeten ook nog naar boven. Even kijken. Hier zo. En dan. Hier.
eerst even die plaatsen. Ja, dit wordt gewoon glas. Die staat nog op peaceful. Dat klopt, want er zat een creeper in mijn huis. De trap naar boven. Ik denk dat het echt niet uit gaat zien, want je hebt geen zwarte deuren. Dus misschien toch een deurtje aan de achterkant. Maar dan moet het een ijzeren deur worden. Oh ja, we moeten sowieso een ladder maken. Sticks. Zo. Ladders. Zoveel als mogelijk. Nou, eigenlijk niet, want we hoeven maar twee verdiepingen omhoog. Even zo. Dan kan ik zo naar binnen. En dan kom hier boven. Even zo. Hop. Ja, ik denk toch dat we wel gewoon twee lagen maken. Anders moest heel de voorkant van glas. Ja. Oh ja, en hier hoeft trouwens niet eens een deur in, bedenk me nu. En misschien is het ook wel vet als we gewoon alleen de onderkant hebben. Voor de kapitein, omdat dit gewoon echt... Ja, hier kan dan staan, zetten we nog wel hekjes neer dan of zo. Weet ik veel. Ja, dat moet je alsnog even zo door het zwembad. Die lijn wordt sowieso zwart. Anders ziet het er vanaf buiten uit. We moeten dat dak en het kippenhok echt gaan verlichten. En we hebben te weinig zwarte wol. Er staat ook een creeper bij, daar ben ik niet zo blij mee. Die creeper die gaat niet dood bij daglicht, hè. En ze komen allemaal om afgerend dan. Deur dicht, slapen. Kut. Er zijn monsters in de buurt, ik ken dat niet. Een creeper boven op mijn boot. Jongens, het moet even. Ik wil gewoon even doorbouwen. Heb ik nog inktzakken? Volgens mij niet. Nee. Moet ik wel mijn schaar meenemen. Ja. Heb ik nog torches? Is nu ook even de vraag. Hier staan er heel veel. Ik heb er 6 bij me. En dan moet ik even op het dak komen. Achterin is nog niet helemaal verlicht. Het kippenhok. Hieronder even eentje. En hier bovenin heen. Ja, we moeten aan die achterkant komen. Hop, hop. Dit heeft ook niet heel veel zin, maar... Doei. Er was nog een ei. We moeten zoveel mogelijk kippen en schapen hebben, dus... Nee.
Hier zitten er twee en zitten hier heel veel in. Dus er wordt gebruik gemaakt van het kippenhok. 10 minuten zijn we alweer bezig. En hier is nog steeds een gat. En ik heb alleen maar witte wol. Ik weet niet, ik denk dat het glas niet heel mooi staat bij die boot. Net zoals dat de deur eigenlijk aan de achterkant moet. Of aan de andere kant. Want dit is ook niet mooi. Dit is echt niet mooi. Je kijkt zo die boot in. Kijk, zo zou die ongeveer zijn als het helemaal zwart is. Dat is mooier. Denk ik. En hij drijft op het water. Tenminste het voorste stukje. En zo wordt dus geen speedboot meer, maar een luxe boot met een zwembad erop. Ik zal nog even gaan slapen, dan wordt het weer dag. Boompjes planten. Even het tuintje bijhouden. En dan zien we het wel weer. De home mag mee. En saplings. In de volgende video gaan we gewoon de boot afmaken dan. Want die is nu nog niet af. Helaas. Het duurde al heel lang om al die wol die ik had, om dat te krijgen. Dus ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat we wel genoeg hadden, maar blijkbaar niet. Zo zijn er in ieder geval weer een paar schapen bij. Dan weet ik dat kippen dit heel lekker vinden. Oh, het zijn maar 3 grote kippen. Maar deze kippen maken tenminste nog gebruik van de bovendieping. In de creative world die ik had, was dat niet zo. Had ik een heel groot kippenhok gemaakt, ook met de bovendieping, maar die werd nooit gebruikt. Ja, dit kan allemaal wel even in de kist. Dat hebben we nou niet meer nodig. Laten wij eens een rondje gaan varen om de boot die we tot nu toe hebben. Kijk, hij zweeft boven het water. En hier is, valt het niet zo op omdat schaduw. Ja, omdat daar nog blokken achter zitten. Maar hiervoor zag je het best wel. En hier ons huis natuurlijk met alle torches. En daar onze boot die nog niet af is. Ik vind het glas echt mooi. Dat je zo naar binnen kan kijken. Maar als je binnen zit kan je ook naar buiten kijken. We gingen saplings neerzetten, ja. Dat klopt. En hier is het grote kippenhok wat er best raar uitziet op die paaltjes. De schapen. Kijk, er ligt een ei. En dan kunnen we uitstappen, maar dat gaan we denk ik niet doen. Nee. Ik wil ook van een boot, ik weet nog niet welke, eentje die ik nooit gebruik. Van deze houten bootjes. Wil ik in Minecraft een auto texture maken. Dus dan lijkt het op een autootje. Maar dan moet ik nog eventjes kijken hoe ik dat ga doen. Ik moet eerst het plaatje weer vinden, want ik moest Minecraft opnieuw downloaden. En toen waren alle textures weg. Terwijl ik er net een paar had veranderd. Kijk, dit is op zich ook best gek. Dat je zo met je boot door
er doorheen kan. Shift en dan staan we weer hier. Dat wit aan de binnenkant, als je binnen staat, ziet heel vet uit. Nu niet. Dus daar moeten we nog wat op verzinnen. Maar dit was het weer voor deze week. Hopelijk zie ik jullie maandag weer bij een nieuwe survival. Totdat de boot af is en we alle andere dingen een beetje af hebben. Dus tot dan en later.